allemaal bekenden. Allemaal vanuit heel Nederland komen de Molukkers hier naartoe. Want we zien die KL niet altijd. Het is meestal op, ja, toch op mindere momenten zoals begrafenissen of leuke momenten bij bruiloften. Maar dit is echt een hele goed moment om elkaar met mooi weer en goed georganiseerd evenement elkaar te zien. Ik ben sinds begin af hier. Kom ik even lekker chillen, weet je. En het blijft gewoon grandioos, echt hoor. Ja, echt. De moeilijkste dag staat bekend om een van de drukste dagen. Ook de dagen dat we echt veel verkopen. Dus het is een goede dag. Hier is het echt een ons kind ons eigenlijk geworden. Wat oorspronkelijk eerst was van de Surinamers, toen de Antillianen, toen de Jamaicanen. Nou, nu zie je Afrikanen, maar je ziet ook nu gewoon Nederlanders. Ik zeg altijd, Kwaku is de Caribische versie van de rollende keukens. Ik heb Kwaku meegemaakt hier met 10, 20 mensen. Maar nu komt het alle soort volkeren. En dat is mooi om te zien. Het is gewoon een smeltkroes van diverse nationaliteiten gewoon. En het is ook gewoon zo mooi, mooi om te zien hoe dat allemaal gewoon zo mooi samen gaat. Weet je, de meeste mensen zouden echt gewoon een keer naar Kwaku toe moeten. Om te proeven van de sfeer van diverse culturen. Hoi. Hoi. Het park is om 2 uur open gegaan, om 3 uur was het gewoon al vol. En nu inmiddels is het denk ik 4 uur en ja, je kan al bijna niet meer lopen. Dus ja, het is gewoon gezellig. Ik zie mensen 1 keer in het jaar en dat is alleen een Kwaku. En dat is ja, gewoon een soort meeting point is het hier. Iedereen groet elkaar, iedereen geeft een handje. En je kent ze niet, maar je groet ze. En dat is leuk.